en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een What's on my phone. Geen What's on my iPhone meer. Ik heb namelijk een Samsung telefoon. En ik ben er super blij mee. Ik heb de Samsung J3 2017. En ik ben er heel erg blij mee. Mijn iPhone was gewoon op. De opslag was alleen maar vol. Wilde niet meer leger. Dus ik heb gekozen voor een Samsung. En ik ben er heel erg blij mee. Zoals ik net al zei. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb een doorzichtig hoesje overheen zitten. Maar ik vond het een beetje saai. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb een fotootje uit een tijdschrift geknipt. En die precies op maat hierin gedaan. Zodat het toch nog wel leuk was. Ook heb ik een nieuw popsocket hierop. Ik heb er eentje met ananasjes. Heel erg blij mee. Heel erg leuk. Misschien dat ik deze nog ga veranderen voor de winter en herfstmaanden. Maar tot nu toe vind ik het op zich nog wel kunnen. Ik heb inmiddels ook een zwarte telefoon. Het was heel erg wennen omdat ik natuurlijk wit gewend ben. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Maar laten we gaan kijken wat allemaal op mijn Samsung staat. Allereerst om te beginnen is dit mijn beginscherm. De tijd is ook heel erg wennen. De sluitertijd is wel heel erg. Want kijk, hij gaat heel snel weer naar donker. Hieronder staat telefoon-appje, het camera-appje. En als ik schuif, gaat hij aan. En krijg ik mijn beginscherm. Ik kan ook inloggen. Ik heb ook een inlogcode. Maar dit hoeft alleen buitenshuis. Ik heb mijn locatie ingevuld waar ik woon. En dat is super ideaal. Want als ik dan tussen die locatie ben, hoef ik alleen maar te swipen. En als ik er buiten ben, moet ik wel mijn inloggegevens doen. Dus dat is weer heel erg chill. Als we beginnen, gaan we eerst naar alle extra dingetjes kijken. Als ik naar beneden swipe, zie je hier natuurlijk alle applicaties die er zijn. En hier zijn er nog veel meer. De helderheid van het licht. Wat natuurlijk ook heel erg leuk is. Even kijken hoor. Nog steeds is het voor mij ook een beetje wennen. Maar als we dan omhoog swipen, of ik kan ook omlaag swipen, ligt aan wat ik wil, staan hier alle apps die standaard op de telefoon staan. Hier ga ik natuurlijk niet doorheen. Dat is te veel om nu doorheen te gaan. Ik ga jullie wel gewoon door de apps halen die hier op mijn startscherm staan. Goed, om te beginnen hebben we instellingen. Spreekt natuurlijk voor zich. We hebben klok, we hebben galerij. Hier staan natuurlijk allemaal leuke fotootjes in. Waar ik overigens heel blij mee ben. En natuurlijk kan er veel meer op. Ik heb mijn telefoon is trouwens, als het goed is, of 16 of 32 gig. En er zit nog een 32 gig kaartje in. Dus dat is ook weer heel erg fijn. Dan hebben we hier Eduarte Rooster app, zoals je ziet. Ik heb een andere Rooster app, want die deed het bij mij niet meer. Dus dan heb ik deze. En dan kan ik kijken wat er op mijn rooster staat. En ik loop heel veel stage natuurlijk, zoals je kan zien. Ik ben alleen op de dinsdag op school. Dan hebben we hier ING bankieren app, de real-time app. En dit is dus een app waarmee je kan kijken hoe laat de bus komt en wat nog meer allemaal. Dan hebben we hier Gmail, agenda. Gebruik ik heel erg veel. Bij de iPhone gebruikte ik hem totaal niet. Maar hier vind ik het wel heel erg fijn om te gebruiken. Twitter natuurlijk, niet te vergeten. Twitter verandert trouwens wel heel erg vaak de laatste tijd, dus het is vaak nog wel even wennen. Dit is mijn Twitter-account. Als je me wil volgen, doe dat ook zeker. Kim de Veld is mijn Twitter-account. Dan hebben we hier Instagram. Gebruik ik de laatste tijd ook heel erg veel. Vind ik gewoon heel erg leuk om te doen de laatste tijd. Dingetjes plaatsen. Dit is mijn laatste post. Leuk. Als we dan verder gaan, hebben we Pinterest. En ik heb ook een superleuk Pinterest account. Dus check die ook even zeker. Zeker de moeite waard. Ik heb allemaal leuke mapjes. Mijn mapjes zijn onder andere YouTubers, Autumn, Backgrounds, Serena Vanderwoodse stijl. Ik vind de stijl die Blake Lively draagt in Gossip Girl gewoon heel erg leuk. Dus vandaar. Inspiratiemapje. Outfits en chill outfits mapje, screenshots en your like on Pinterest, room decor heb ik ook nog, dus dat is heel erg leuk. Dan hebben we hier WhatsApp, Snapchat,
Let's take a Snapchat. Dan kunnen jullie gelijk zien dat ik met een totaal andere camera film. Dit is namelijk ook mijn nieuwe camera die we hebben aangeschaft. Gaan we gelijk even posten. En gepost. Goed, als we verder gaan hebben we hier YouTube. Natuurlijk de app die bij mij het meeste wordt gebruikt op mijn telefoon, heel eerlijk te zijn. Het verbaast me trouwens wel dat ik nog steeds lekker kan uploaden terwijl ik stage heb. Het gaat op zich heel goed. Ik vlog met mijn telefoon. Is echt te doen. Goede kwaliteit. Dus we gaan zo lekker door. Heb je Facebook? Is privé. Gebruik ik alleen met familie en vrienden. Is niet openbaar voor alle YouTube mensen hier. Dus helaas. Maar jullie kunnen me zeker volgen. In de beschrijving staan allemaal linkjes. Dus check die ook even zeker. Dan heb ik hier Spotify. Gebruik ik ook super super veel. Vind ik een super fijne app. Lekker muziekjes luisteren. Ik heb ook lekker een eigen afspeellijstje. Met allemaal nummers die ik helemaal tof vind tegenwoordig. Dan hebben we hieronder nog staan Google, telefoon, berichten en camera. Dan heb ik hier een widget staan. Dit is een weer widget. En hier een stappenteller. Super fijn. Dan heb ik hier... Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, maar dit is eigenlijk gewoon kortom een taken-app. Heel erg makkelijk als je even wat vergeet of wat je moet invullen. Klik je op het plusje, je voert het in, je klikt op... Hier, voer even wat in. Je klikt op het tekentje en als je het gedaan hebt... Als je het wil doen tenminste... Vink je het af en dan is hij weg. Dus dat is heel erg chill om ook te gebruiken, vind ik. Play Store, natuurlijk geen App Store meer. Maar ik vind Play Store stiekem toch wel iets fijner als de App Store. Dan hebben we hier een mapje met dingetjes die ik toch niet heel vaak gebruik, maar toch wel snel bij de hand wil hebben. Word, OneDrive, weer online, Skype, Cam, Scan. Dit is eigenlijk gewoon een simpel appje om documenten in te kunnen scannen. In plaats van dat je dat helemaal via de printer moet doen. Mijn KPM. Hier kan ik dus zien hoeveel MB's ik heb gebruikt en zo. Netflix. Dit is een Z, oftewel een dingetje voor mezelf kind om in te loggen van school. Thuisbezorgd, Messenger, PostNL. Dit is een spelletje, speel ik eigenlijk helemaal niet meer. Dus die kan ik eigenlijk ook wel gewoon weer verwijderen. Zullen we die gewoon gelijk verwijderen? Ik gebruik hem toch niet meer. Dat is heel vaak. En dan ga ik spelletje uitproberen en dan speel ik ze niet. En dan verwijder ik ze ook gewoon niet. Super dom. En dan hebben we hier de KPN ITV. We gaan namelijk overstappen van Ziggo naar KPN. Omdat we bij Ziggo gewoon te veel gedoe hebben gehad. En we willen zien hoe het bij KPN is. En dan hebben we hier als laatste nog playboeken. Hier kan ik dus lekker boekjes lezen. Zoals je ziet verandert de kleur ook al gelijk voor je ogen. Ik ben momenteel dit boek aan het lezen van Carrie Slee. En als het goed is... Dus nog even wennen hoe dit allemaal werkt. Het is voor mij ook natuurlijk nog even nieuw. Ik weet niet eens hoe dit allemaal werkt. Hoor. Dat moet ik nog maar even uitvinden. Maar in ieder geval is dit dus alles wat er op mijn telefoon staat. Het enige wat ik nog te melden heb is de achtergrond. En de achtergrond komt van Pinterest vandaan. Ook die kun je vinden in mijn mapje. Dus kijk die ook even zeker. Als je hem leuk vindt. Ik vind hem heel erg cool. Hij is wit. Ik ben heel erg van de witte achtergronden. Maar dat er toch nog wel iets van kleur of retro-achtig of koffie in dit geval zo opstaat. Vind ik wel heel erg leuk. Dus dit was eigenlijk alles wat er op mijn telefoon staat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe deze video natuurlijk wel een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier in het midden. En kijk mijn vorige video terug aan de buitenkanten. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!